Een beetje naar mijn eigen sperma zitten kijken. Is de dokter thuis? Ja, kom je binnen. Ja. Dokter, ik heb toch zo'n last van mijn maag. Komt u even mee naar de wachtkamer? Gaat u maar even zitten, dan help ik u zo direct verder. Hey! Ondergrens 20 miljoen, bovengrens 40 miljoen zaadcellen. 42 miljoen zaadcellen. Is niet slecht, dokter Meerdink. Het is wel niet slecht. Tada! Nou? Heb je toch? 42 miljoen. Wat? Spermatozoïden, zaadcellen. Kijk zelf maar. Ondergrens is 20 miljoen. Dus het is goed. Lieverd. Lieverd, dit zegt helemaal niks over jou. Er zijn mensen bij wie het soms jaren duurt, echt. En stel, hè. Stel nou dat het zo is. Dan kunnen we altijd nog een kind adopteren. Adopteren? Hm? Nee, wil ik niet. Verdomde kakjonker. Een verbond met ontsluiten. En jij rijdt hem ook nog. Een klant is een klant. Dan zou je Brenner ook moeten rijden. Ja, graag. In de lijkwagen. God zegen u, heren. Maak dat je wegkomt, niks nut. Nou. Wat een boom. Hier, kerel. De arme gegevens zijn de goden geleend. Je bent gek. Ontwaar!
ontwaakt verworpen en de aarde ontwaakt verdoemd in zomersfeer. Reed lijkt weer een stroom over aarde en die stroom reist al meer en meer. Sterft gij oude vormen en gedachten, slaaf geboren ontwaakt, ontwaakt. De wereld steunt op nieuwe krachten, begeerte heeft ons aangebracht. Makkers ten laatste malen, tot de strijd ons geschaard. Stilte, Matthias. En internationale zal morgen heel op aard. Makkers ten laatste malen. Nou, ik ga maar weer eens naar mijn vuiken kijken. En ik naar mijn beesten. Dat was het. Mooi, hè? Zo, was dat werk. Het beeldje zou nu wel ingaan. Jij ook een van de... Jean, twee pilsjes. Madame, mon père. Mon noble. Ik stem niet, meneer. Precies. Kijk om u heen. Werkloosheid, wanprestatie, armoede. En kijk dan eens naar onze oosterburen. De snelst groeiende economie van Europa sinds Hitler en het Nationaal Socialisme daar aan de macht zijn. Misschien bent u bekend met de rol die de adel daar speelt, meneer Van Beeren. De adel? De Pruisische vrouw, de oude geslachten daar... die lang onder de hypocrisie van Weimar hebben moeten buigen. De Jonkers. Wat stom is die vent? Meneer Voetstra, ja. Monsieur. Hoog NSB'er, hè? Zeker, monsieur. En als u naar het ledenbestand van de NSB kijkt, zult u dat ook zien. Bijvoorbeeld de graaf de Marchand d'Assembourg. Zo, is de graaf ook lid van uw partij? Oh, zeker. Een van de oude getrouwen die een zeer vooraanstaande rol speelt. Want die positie komt de adel toch ook toe, meneer Van Beeren. Maar ach, wat sta ik hier op deze voor u zo stralende dag over politiek te praten? Nee, het boeit me zeer wat u vertelt. Daar ben ik blij om, meneer Van Beeren. Maar misschien verveel ik de bruid. Oh, nee. Ik vind het juist heel interessant. Ik heb begrepen dat u voor 14 dagen naar Parijs gaat. Een heerlijke stad. Ik zou u graag naar uw terugkeer nog eens willen opzoeken om van gedachten te wisselen. Excellent, meneer Woudstein. U bent welkom in ons huis. Wilt u eens nog iets drinken? Een biertje. Gaston, deux champagne et une bière. Op uw huwelijk en op een gezond en zuiver nageslacht. Oh.
Oh!